jetons zijn een herbruikbaar alternatief voor drankbonnetjes. Hier bij B-Token maken ze die in alle maten, vormen en kleuren. Sinds kort maken ze deze ook uit zetmeel. En dat heeft hen geen windeieren gelegd. Dit zijn dus de jetons uit zetmeel. Je kan het verschil niet zien. Nee, je kan het niet zien, maar het verschil is enorm groot. Deze zijn biologisch afbreekbaar, waardoor dat ze heel populair zijn bij evenementen. Wat dat toch een heel groot voordeel is als ze afbreken in de natuur. Ja, en is daar dan een markt voor? Is dat een groeiende markt? Absoluut. De laatste 3 jaar is het enorm gestegen. De markt is er echt klaar voor. We hebben zelfs een verdubbeling van onze omzet gezien vorig jaar. Een heel groot voordeel tijdens het productieproces is dat wij de temperatuur van onze machines lager kunnen zetten. Wat een heel groot voordeel is voor het milieu, maar ook voor ons energieverbruik. In 2020 hebben we een hele grote mijlpaal bereikt, want we zijn gestopt met nieuwe grondstoffen. We hebben enkel gerecycleerd materiaal. Dat is dan dat zetmeel? Dit is houtafval en hars, waar wij jetons van maken. Jetons uit recyclaat, uit zetmeel, allemaal innovaties. Komen er nog? Zeker weten. Wij hebben ook onze jetons van visnetten gemaakt. En hier, het neusje van de zalm. Wat wij binnenkort gaan lanceren, zijn onze kauwgombaljetons. Kauwgom? Hoe doe je dat? Wel, op publieke instellingen en op openbare plaatsen hebben wij kleine vuilbakjes hangen waar mensen hun kauwgom in kunnen doen. En daar kunnen wij uiteindelijk jetons van maken. Het blijkt nog maar eens dat duurzame grondstoffen het nieuwe goud geworden zijn. Want ecologie is economie.